In deze uitzending brengen we een bezoek aan een repetitie van de dansschool 24 Dance Center. Zij gaan in oktober meedoen met de opera in de Stinger Bowl. Welkom bij Mooi Zo. De opera, hoe gaat die heten? Veluwse Opera. Ja, en op een bijzondere locatie in de Stinger Bowl. Zijn jullie er al geweest? Ik nog niet, Kim wel. Maar ik heb wel foto's gezien en verhalen gehoord, maar ik ben heel benieuwd. En wat vond je ervan? Denk je dat je er wat mee kunt? Ja, het is een hele interessante locatie, want het is natuurlijk heel hoog. En het is daar heel hol binnen, dus je raakt eigenlijk een beetje gedesillusioneerd als je daar geluid maakt of praat. Dus het wordt wel echt een enorme uitdaging, vooral voor de operazangeres, omdat ze met die echo moet werken. Wij dansers dansen daar ook wel in de bol, alleen dat moet natuurlijk heel zacht, want alle extra voetstapjes of bewegingen maken nog meer geluid. Dus het is heel tof, maar het wordt wel een uitdaging. En deze opera, waar gaat die over? Het gaat over de legende van het Witte Wief. Zij heeft eigenlijk op haar geliefde ridder gewacht. En enorm veel liefdesverdriet. En toen is ze eigenlijk als geest gaan ronddolen door de Kenhermse bossen. Het is een behoorlijke productie. Het is trouwens ook een hele kleine ruimte, want ik ben er verschillende keer geweest. Maar een enorme productie, want we hebben nu muziek gehoord, we hebben dans gezien, maar wat komt er nog meer bij kijken? Het is een interdisciplinair project. Dus we werken met dans, met een operazangeres. Er moeten kostuums gemaakt worden, er worden ook nog in het haar van alles gedaan. De muziek wordt erbij gemaakt, locatie natuurlijk, dus er komt van alles bij kijken. En uit. Op, en. Bart, jij maakt de muziek voor deze opera. Wat heb jij in je hoofd ervoor? Ja, het is een opera die gaat over de Veluwe. En gecombineerd met die Stinger Bowl, dat is best wel een bijzonder object. Het heeft een beetje militaire associaties. En het heeft ook wel een beetje industrieterreinachtige vibe, die omgeving. Dus eigenlijk die combinatie van die twee elementen. Dat natuurlijke, het mooie gebied eromheen. En dan moet je ook een beetje aan dieren denken en zo. En de herten enzovoort die er rondlopen. Gecombineerd met dat industriële, ja, dat levert mooie dingen op die je in de muziek kan vormgeven. Ja. Ik heb hier nou een repetitie van de dans gezien. En wat mij intrigeert is, volgt de muziek nu de dans of volgt de dans de muziek? Ja, dat is een goede vraag. Dat gaat gewoon door elkaar heen eigenlijk. Ik vond het ook superleuk om erbij te zijn. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik de dans echt gezien heb. Ik had de dans dus wel vaker gesproken al. Maar ze zijn toch fysieke wezens en het is leuk om te zien hoe zij die beweging invullen. En dan, ze hebben dingen gemaakt. Ze hebben mijn muziek wel gehoord al. Ik heb een paar stukjes geschreven, daar hebben ze iets mee gemaakt. En nu zie ik hen bewegen en ik neem het weer mee. En dan ga ik voor de volgende keer, over een week, misschien twee weken, maak ik weer nieuwe dingen. En dan brengen we dat samen. Dan kijken we, heb ik iets van hen kunnen leren? Heb ze iets van mij kunnen leren? Dan tillen we tot een hoger plan. Als het goed is, gaat het zo. Ja. Is elektronische muziek? Het is deels elektronisch. En deels zijn er in ieder geval zangeressen en zangers. Die vertolken de rollen in de opera. Dus dat is niet elektronisch. En naar alle waarschijnlijkheid vullen we ook nog het een en ander in met live instrumenten daar. Maar een groot deel zal elektronisch klinken door de speakers. Ja. Is ook gesproken, Bart. Wat ik me nou afvraag is, wat is er nou eerder? De dans of de muziek? En hoe is die interactie tussen jullie? Ja, in dit geval zijn we eigenlijk met de dans vrij snel van start gegaan. Omdat wij ook een zomerstop hebben. Dus in de zomer trainen we eigenlijk niet door. En natuurlijk, daar hebben we nog september en oktober zijn de voorstellingen al. Dus we zijn gewoon begonnen. En dat hebben we vooral op gevoel gemaakt. En onze eigen timing. Toen is Bart eigenlijk bij de repetities aangesloten. En heeft eigenlijk naar de bewegingen gekeken. En naar het gevoel van de dansers en het verhaal natuurlijk, het libretto. En nu is de samenwerking zo dat hij probeert om niet al te veel van alleen maar onze bewegingen aan te trekken, maar wel die inspiratie meeneemt en daarop schrijft. En dat neemt hij dan de volgende keer mee naar de repetitie en dan gaan wij kijken hoe het aangesloten kan worden op onze dans. Ik ben een paar keer in die bol geweest en die akoestiek die is heel bijzonder, laat ik het zo maar zeggen. Enorme galmbak, maar je kunt, als je het in het midden gaat staan, dan kun je wel gebruik maken van de specifieke eigenschappen van die bol. Ik neem aan dat jij dat ook doet. Ja, dat is een wonderlijk geheel inderdaad en een uitdaging.
We gaan dus een deel van de voorstelling ook niet in de bol maken. Dus het wordt een beetje een combinatie. En het wordt inderdaad de grootste uitdaging eigenlijk. Hoe gaan we niet alleen proberen te compenseren voor wat er daar binnen gebeurt. Maar hoe kunnen we het ook inzetten om juist iets tofs ervan te maken. En daar hebben we wel wat ideeën voor. Het is in ieder geval een hele bijzondere ervaring. Als je staat en je maakt een geluid, dan zijn er... Het is niet alleen dat het lang doorklinkt, er zit ook een bepaalde echo-tijd in en zo. Dus ik probeer die samen te laten vallen met wat er in de muziek gebeurt. Of op sommige momenten juist niet. En te kijken of we een vervreemdend effect kunnen creëren. En zo, ja, die elementen die moeten op de een of andere manier samen gaan komen. En daar zijn we hard mee bezig om te kijken hoe dat kan. En hoe is het enthousiasme onder de dansers? Ja, heel groot. Ze werken natuurlijk niet vaak in zo'n project. Vaak hebben we wel een eindvoorstelling waar ze hard voor werken. Maar zo'n project met andere kunstvormen, dat doen ze niet zo vaak. Dus ze zijn super gemotiveerd. En ze werken ook echt ontzettend hard. Ik heb een groep gezien die samen danste, maar ook een jongen en een meisje die samen dansten. Zijn dat de hoofdrolspelers, de hoofdfiguren uit de legende? Ja, dat moeten eigenlijk de ridder en het witte wief vertolken. Die connectie tussen hun volgt wel later in het verhaal, in het libretto. Maar zodra ze op het toneel ten tonele komen, dan draait het wel echt om hun. Ja. En hoe ver zijn jullie nu? Is het allemaal klaar, het libretto en de muziek? Het is nog niet helemaal klaar. We hebben verschillende scènes. Dus we hebben bijvoorbeeld een groepstuk, een duet tussen de jongen en het meisje en dan nog een solo. Dus we zijn eigenlijk qua materiaal, dansmateriaal, zijn we wel ver. Het moet nu alleen nog samenkomen en overgangen. Maar we zijn redelijk goed op weg. Ja. Tenslotte, de uitvoering is in het najaar gepland. In oktober, het eerste weekend van oktober. Dat is vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3. En het weekend daarna hoogstwaarschijnlijk ook nog voorstellingen. Dus in totaal zouden dat dan zo'n 12 voorstellingen zijn. Tot zover deze uitzending. Reacties kunt u mailen naar mooizo@xon.nu. Een nieuwe aflevering is te zien vanaf 17 mei. Voor nu dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.